Chester, welkom bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag ga ik voor jullie de best klas setup voor de VNP Summer Machine Gun laten zien hier op mijn kanaal. Dus vergeet natuurlijk niet allemaal even massaal een blauw duimpje mogen achterlaten. Helpt mij natuurlijk enorm en ik hoop dat jullie met deze klas veel plezier gaan hebben in Black Ops 3 met mensen neer te knallen. Laten we natuurlijk gaan beginnen met de map waar ik op speel. Ik speel vandaag een potje op de map Combine. Het is natuurlijk een achteraf video, maar ik heb deze video wel al gerecord voor jullie. Dus ik speel de achtergrond gameplay op de map Combine. Ik speel de party met Tom, oftewel de enige echte Vinixy. En zo die spelen speel ik hier dus met de VMP-klas die ik het chills vind om te gebruiken. Maar eerst ik speel met de UAV, de Counter UAV en de Orbital V-Set, oftewel de Hater. Voor de enemies goed te kunnen zien op de minimap. Waarom ik dat doe? Om te laten zien dat deze gun ook goed kan gaan als je geen killende schiefs aan hebt staan. Het enige killende ding wat ik aan heb staan is natuurlijk de Side Specialist. Maar ja, die hou je maar 1 of 2 of 3 keer per potje. Dus die kan nooit heel veel kills oppakken en daarna patchen nadat hij nog maar 100 kogels heeft. Dus het is een redelijk chille achtergrond gameplay. Daarom laat ik deze video ook zien. Omdat ja, deze VMP gewoon chill is om te gebruiken. Dus laten we maar gaan beginnen met de attachments die ik gebruik. En de attachments zag ik natuurlijk misschien al rechts onder in beeld. Maar ik laat ze nu ook nog even in beeld komen. Dat zijn de grip, de quick drop en de stock attachments. Waarom ik met de grip speel is natuurlijk heel simpel om de recoil iets minder te laten worden dan dat die normaal is. De VMP kan redelijk goed op lange afstanden knallen. Dus dan heb je best wel grip nodig voor jouw recoil die omhoog kan springen natuurlijk. En de grip zorgt ervoor dat dat minder wordt. De VMP heeft, zoals je hier ziet, als je eenmaal doorknalt best wel veel recoil. Dan gaat hij een beetje omhoog. Maar als je af en toe je aim inhoudt op lange afstanden, heb je wel kans dat je wat langer en wat verder kan schieten. Maar ik heb er gewoon grip op staan, omdat dat voor mij het best werkt. De tweede attachment is de quick draw attachment. Quick draw zorgt natuurlijk voor dat je sneller inzoomt met jouw wapen. En wat dat voor veel voordeel heeft natuurlijk is, je komt een enemy tegen en diegene heeft bijvoorbeeld geen quick draw. Dan zoom jij iets sneller in en heb je kans dat je beter raak kan schieten natuurlijk. Omdat jij sneller ingezoomd bent dan de enemy. En daar heb je dus weer een voordeel van tegenover de enemy natuurlijk. Mijn laatste attachment voor de VMP is de stok. En dan vragen jullie af, waarom gebruik je een stok op een submachine gun, terwijl je eigenlijk al best wel snel ingezoomd loopt. Nou, wanneer je dus met de stok op de VMP loopt, dat is op elke submachine gun eigenlijk, loop jij zo relaxed dat het gewoon ja, heel soepel is om mee te spelen. Ik vind het heel erg chill om te gebruiken. Dus ik zeg, probeer het een keer uit, weet je. Wie weet, vind jij het niet chill? Ik vind het heel erg chill. Je bent veel sneller met manoeuvreren. Dus je kan snel omdraaien. Je kan sneller ingezoomd een hoekje omlopen bijvoorbeeld. Dan dat je geen stok gebruikt. Ik gebruik altijd stok op de Assault Rifles ook. En ja, voor mij werkt het gewoon prima. Ik gebruik denk ik al sinds Black Ops 2 stok. Bijna op elke Assault Rifle dan. Want op Black Ops 2 vond ik stok niet echt nodig op de submachine guns. En hier vind ik het best wel relaxed spelen. Dus ik zeg, probeer het een keer uit. En wie weet, ja, ga je er natuurlijk wel profijt van hebben. En ik wil natuurlijk ook eventjes de perks aan jullie vertellen die ik gebruikte. Laten we beginnen met perk 1. Die zien jullie natuurlijk ook in beeld komen. Dat perk 1 is Flak Jacket. Flak Jacket zorgt natuurlijk voor dat je minder damage krijgt door een granaat. Maar soms bukt het een beetje in Black Ops 3. En ga je alsnog gewoon dood door een launcher. En dat vind ik af en toe wel raar. Want soms overleef ik dan met Flak Jacket. En dan ben ik gewoon 100%, heb ik 100% health. En soms heb ik ook 100% health en dan overleef ik het niet. Dus ik snap niet hoe dat eigenlijk werkt. En hier zaten op de achtergrond gameplay echt twee mensen vies te campen daarbinnen met de Hive Specialist. Maar ja, I don't care. Waar was ik gebleven? Dat Flak Jacket niet af en toe niet helpt. Dus ik weet niet of dat een glitch is. Dat het nog gepatcht gaat worden. Maar I don't know natuurlijk. Je kan ook Afterburner gebruiken. En Afterburner werkt ook heel graag heel goed in de nieuwe map packs. En dat ja, gebruik ik ook best wel graag als ik op de nieuwe map speel. Natuurlijk Afterburner helemaal op de map Verge. Waar je de B-vlag op dat de platform hebt. En daar heb je best wel snel Afterburner voor nodig natuurlijk. Dus weet je, dan moet je zelf even uitvinden. Ik heb op deze gameplay Flak Jacket aanstaan. Gewoon voor het feit dat als ik bijvoorbeeld op een street zit en iemand een granaat gooit en ik niet op tijd weg kan komen, dat overleef. Daar gaat het meestal ook om met Flak Jacket. En mijn perk 2 zijn, dat zijn twee perks, namelijk Scavenger en Fast Hands. Als je Quick Draw gebruikt, kan je ook het best Fast Hands gebruiken, want dan ben je gewoon het supersnelst. Supersnelst, soms supersnelst. Gewoon, want je sprint
Je sprint en je zoomt dan sowieso al sneller in dankzij jouw fast hands. En je zoomt daarna nog eens sneller in dankzij jouw quick draw. Dus je bent sowieso super snel. En dit is nog eens een submachine gun. Dus dat is zoomt sowieso al iets sneller in dan een assault rifle. Dus dat is in ieder geval een pluspunt aan een submachine gun die je kan gebruiken. En ik vind de CUDA best wel chill, maar ik gebruik op dit moment het meeste de VMP gewoon. Omdat de fire rate daarvan iets chiller is. De fire rate is zonder rapid fire al best wel snel. En van de CUDA is dat ja niet heel erg het geval. En dankzij de fire rate van de VMP kan je dus ook mensen iets sneller oppakken. Door geen rapid fire te hoeven te gebruiken natuurlijk. Dus daar bespaar je ook alweer één puntje mee. En mijn perk 3 is awareness. Voor de mensen die een triton of een wat dan ook hebben, gebruik awareness en zet je geluid op super crunch bij de instellingen. Want dan hoor je de enemies zomaar ook echt zo goed horen. Eventjes een kleine tip. Als jij de site gebruikt, of de enemies gebruiken de site, de site hoor je 10 keer makkelijker lopen dan bijvoorbeeld de Outrider of iets. Dus dat is even iets waar je aan moet denken. Je hoort makkelijker de site lopen dan bijvoorbeeld de Sparrow, de Gravity Spike, dude. Dus ja, het is natuurlijk een robot waar je mee speelt. Dus het is best wel logisch dat je die harder hoort lopen. Maar ja, dit was mijn klas setup voor jullie. Ik gebruik geen granaten, geen Semtex en geen concussions of iets. Dus ik bedank jullie heel erg voor het kijken natuurlijk naar deze video. Laat even in de comments achter wat jouw favoriete klas is van de VMP of iets dergelijks. Maar ik bedank jullie heel erg voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog achterlaten. Helpt me natuurlijk enorm. En te abonneren op mijn kanaal. En tot morgen bij 3 uur weer een nieuwe video. Doei.